Mijn mama en mijn papa die gingen hier vroeger naartoe en ze hebben mij dan meegenomen en mijn zus. En zo hebben we Coucopelli ontdekt. Ja, de ontdekking was eigenlijk heel subliem. Via het vroeger Deerlijke Folkfestival, daar dan zo mensen leren kennen van in de streek eigenlijk. En op die manier ben ik dan hier terecht gekomen het jaar nadien. Want ja, het Deerlijke Volk is natuurlijk in augustus. Ja. Bekertjes rapen en dan zo jetons verdienen en dan in een ruil voor chips of drank. De sfeer is zo tof, de groepen die optreden en alle mensen die er zitten, veel mensen dat ik ken, komen hier ook naartoe, dus dat is heel tof. Mijn eerste ervaring was 3 jaar geleden en dat vond ik al superleuk. Voor de mentaliteit, voor de muziek en ja, de sfeer. Oh ja, mijn beste ervaring is toch wel in de dans. Dat zit vooral in de dans, als ik dan volledig kan weggaan, wegdromen in de muziek. En dat is eigenlijk bij mij de beste ervaring. En dat is wat ik altijd zoek op soortgelijke evenementen. En hier kom ik dit altijd opnieuw tegen. Ja. Ja, ik bereid me eigenlijk helemaal niet voor, gewoon kleren aan doen. Niet willekeurig, gewoon kom. Ja, we zetten de datum vast en we kijken er naar uit en dan komen we. Ik pak eigenlijk alleen maar centjes mee en een kw als het gaat regenen. Eigenlijk niet zoveel voorbereiding nodig, maar mentaal moet het wel goed zitten om naar hier te komen. Het groot podium buiten is mijn favoriete plek. Ik ga eigenlijk altijd naar de plaats waar dan de mensen het meest dansen en dan dans ik eigenlijk gewoon mee. Ik ben bioboer en deze prachtige schuur, hier kan ik eigenlijk wel in wegdromen. Ja. Ik vind de caravan disco altijd leuk.